Welkom bij een nieuwe aflevering van Vias Magazine, waarin we dieper inzoomen op wat er rijdt en zeilt in de wereld van mobiliteit en verkeersveiligheid. Dat rijmt. We hebben ook een gasten, en dat is deze keer psychologe en onderzoekster bij Vias Instituut Ellen Boudry. Zij komt toelichting geven bij het gloednieuwe internationale verkeersveiligheidsproject Baseline. Goeiedag, mevrouw Boudry. Goedemiddag. Baseline, ik zou denken dat het geen project is over tennis deze keer. Kan u even zeggen wat dat project dan wel inhoudt? Baseline is eigenlijk een project dat wij uitvoeren voor de Europese Commissie. En daar meten wij een aantal belangrijke indicatoren op het vlak van verkeersveiligheid. Waaronder de vier killers in het verkeer. En deze zijn afleiding, alcohol, hordeldracht en snelheid. En u zegt voor de Europese Commissie. Dus ik neem aan dat er meerdere landen betrokken zijn bij dat project? Ja, klopt. Er zijn eigenlijk 18 landen uh, van de Europese Unie die deelnemen aan het project. Uh, dat zijn ook een aantal grote landen zoals Duitsland en ook een aantal kleine landen zoals bijvoorbeeld Malta. En waarom is dat nu belangrijk om... Te weten hoe in die landen ja, het gesteld is met het aantal personen die bijvoorbeeld een gsm gebruiken of het aantal personen die te snel rijden? Waarom zijn die internationaal vergelijkbare data zo belangrijk? Het is eigenlijk uh, vooral belangrijk om in eerste instantie te weten hoe groot het probleem is uh, op het vlak van die indicatoren in de verschillende landen en daarnaast zodat we eigenlijk een gelijkaardige Methodologie gebruiken in elk land is het vooral uh, belangrijk dat we ook de verschillende landen met elkaar kunnen vergelijken. En op die manier kunnen eigenlijk slecht presterende landen ook iets leren van de uh, beter presterende landen. Ja, kunnen we dan bijvoorbeeld zien van een land dat het goed doet: van kijk, die gebruikt die maatregelen, dat zou een ander land dan ook kunnen toepassen? Ja, klopt, inderdaad. Dat is eigenlijk uh, volledig de bedoeling. Ja. Um ja, u heeft ook resultaten al mee van, mm -hmm. uh, van België, van, uh, van een eerste uh, gedragsmeting die gedaan is. Uh, welke resultaten heeft ja. u mee? En welke gedragsmeting was ja. dat? Uh, dit ging eigenlijk over de um, gedragsmeting afleiding, waar we eigenlijk gekeken hebben naar hoeveel procent van de bestuurders gebruikt nu zijn of haar gsm achter het stuur. Dit is eigenlijk een meting dat we gedaan hebben over het hele land. Dus echt wel, duizenden bestuurders zijn uh, hierin opgenomen in die steekproef. En wat zien we dan op de grafiek? Dat zijn eigenlijk uh, twee belangrijke zaken: dat de gsm eigenlijk het vaakst wordt gebruikt op de snelweg. Uh, belangrijk om daaraan toe te voegen is dat het wel een heel groot risico inhoudt. Omdat eigenlijk ja, snelheid uh, op de snelweg het hoogst is. En dus ook wel um, een belangrijke impact heeft op de ernst van het ongeval. En daarnaast uh, zien we ook dat bij bestelwagens het probleem groter is in vergelijking met um, gewone personenwagens, dus ja, de professionele bestuurders. Later uh, dit jaar zullen wij ook nog uh, de resultaten van uh, vrachtwagenbestuurders hier aan toevoegen. Um, wat ook heel belangrijk kan zijn, omdat ja, de impact van een ongeval met een vrachtwagen is uiteraard veel groter uh, dan deze van een uh, gewone auto. En wanneer mogen we dan de resultaten verwachten voor, voor al die Europese landen, voor die 18 Europese landen die deelnemen aan dit project? Uh, dat zal eind dit jaar zijn. Oké, okay, ja, daar kijken we natuurlijk uh, naar uit. Ja. Onderzoek eh, is belangrijk, maar eh, sensibilisering natuurlijk ook. En de voorbije zomer ja, trok die Bob-campagne weer langs eh, allerlei festivals met als slogan: Deze keer ben ik Bob. Ambassadrice was eh, ex -Miss België Celine van Ooitsel, die een eh, exclusief Bob-T-shirt ontwierp. Het is een goedgezinde Bob-ambassadrice Celine van Ooitsel die in het atelier van designer Thijs van Nimpe aan de slag ging om een exclusief Bob-T-shirt te ontwerpen. De hele zomer was de Bob-campagne aanwezig op allerhande festivals. Bestuurders die negatief bliezen konden een Bob-T-shirt of andere exclusieve gadgets winnen. Ze moesten daarvoor wel deelnemen aan een extra test die de deelnemers duidelijk maakte wat de impact van alcohol is op je inschattingsvermogen. De Bob-campagne werd mee door deze acties een groot succes. De politie controleerde meer dan 320.000 bestuurders. Slechts 2,5% blies positief. Beduidend minder dan vorig jaar. Ja, mevrouw Boudrie heeft zelf ook al rond evidence-based mm -hmm. campagnes gewerkt. Ja, wat is na al die jaren, meer dan 25 jaar, de kracht van die bobcampagne volgens u? De belangrijkste sterkte van de Bob-campagne is volgens mij dat er in het hoofd van de mensen echt een koppeling is ontstaan tussen Bob, dus Bob als persoon, en dat is iemand die eigenlijk nuchter rijdt. Um, daarnaast wordt eigenlijk bij de Bob-campagne ook nog eens duidelijk gemaakt dat gedragsverandering eigenlijk iets van lange adem is en dat mensen soms eigenlijk lange tijd moeten blootgesteld worden aan een boodschap vooraleer zij ook effectief hun gedrag gaan veranderen. Ja, die herkenbaarheid van de Bob-campagne, die uitzicht natuurlijk ook uh, door die gele sleutelhangers. Heeft u er zelf ook al zo eentje in je bezit? Ja, hij hangt aan mijn uh, sleutelbos. Altijd fijn om te horen dat mensen zo'n sleutelhanger echt uh, verdiend hebben, natuurlijk. En we hebben in Vias Magazine een uh, aantal vaste rubrieken, waaronder de minuut van Vias. En deze keer gaat die over het rijbewijs met punten. Het rijbewijs met punten, ook bekend als het progressieve sanctiesysteem, is reeds ingevoerd in 24 Europese landen en is een punt van discussie. Voor of tegen? In één minuut tijd zullen we de vier belangrijke vragen beantwoorden om te begrijpen hoe het werkt. Vandaag kan je in België, zolang je geen zware overtredingen begaat, bijna net zoveel punten verzamelen als je portemonnee toelaat. En dus glippen sommige recidivisten wel door het mazen van het net. En dit terwijl we weten dat bij 1 op 3 ongevallen een recidivist betrokken is. Door een systeem van progressieve sancties toe te passen, via het rijbewijs met punten, kunnen we recidivisten opsporen en hun passende sancties opleggen. Nee. Het Franse systeem is volledig geautomatiseerd, wat het gevoel van onrechtvaardigheid vergroot, omdat bestuurders hun rijbewijs verliezen zonder tussenkomst van een rechter. Het Belgische systeem daarentegen voorziet om overtreders voor de rechter te brengen die uiteindelijk over de straf zal beslissen. Als u af en toe een kleine overtreding begaat, raakt u uw rijbewijs niet kwijt. De overgrote meerderheid van de bestuurders wordt dus niet echt getroffen door de invoering van het rijbewijs op basis van punten. Mevrouw Boudrie heeft zelf die studie rond het rijbewijs met punten mee uitgevoerd. Is er volgens u een specifiek land waarop dat wij. Ja, een soortgelijke rijbewijs met punten in ons land kunnen enten, want er zijn natuurlijk tal van systemen denkbaar. Hè. Er zijn zoveel systemen in zoveel Europese landen, maar welk land zou u naar voorschuiven als het goede voorbeeld? Ik denk dat uh, Groot-Brittannië kan dienen als een goed voorbeeld voor België. Want zij werken eigenlijk um, in een soort van gecombineerde aanpak. Enerzijds uh, worden lichte overtredingen eigenlijk bijgehouden in een automatisch systeem. Maar vanaf een bepaald niveau, als je dus bijvoorbeeld veel lichte overtredingen maakt, of een lichte en een zware, uh, dan. Um Krijg je eigenlijk naast een automatische straf, zoals bijvoorbeeld de intrekking van het rijbewijs, ook een straf die uitgesproken wordt door een politierechter? Ja, en het is dus die politierechter die dan. Kan beslissen welke bijkomende ja. straf dat je nog krijgt naast de ja. intrekking van het rijbuis, moeten we dat zo zien? Ja, dan gaan we eigenlijk over op een meer persoonlijke aanpak. En uh, de politierechter kan dan eigenlijk kiezen uit ja, alle soorten straffen die de wet voorschrijft. En um, ook eigenlijk een subjectieve beoordeling maken over welke straf hij denkt dat het meest geschikt is, uh, voor de overtreder. Denkt u dat dat rijbewijs met punten er snel zal komen in ons land, of hoopt u dat? Uh, ja, ik denk dat het wel een voor vooruitgang zou zijn voor de verkeersveiligheid. Uh, er wordt nu ook al zo lang over gepraat. Ik, ik hoop dat het er snel komt, maar eerlijk gezegd denk ik dat het nog wel wat uh, tijd zal vragen om alles effectief uh, te implementeren. Ja, goed. Bij Vias brengen wij ook de mobiliteit in kaart, onder andere via een interactief dashboard. Een van de conclusies is dat jongeren steeds minder vaak met de auto rijden. We trokken de straat op en vroegen hen hoe dat komt. Ik dat het niet z'n plus utile. ça devient plus long de faire des trajets en voiture plutôt qu'en transport donc euh, c'est une des raisons et ensuite bah, la circulation c'est la catastrophe <laughs> c'est pas indispensable d'avoir son permis parce que bah, comme on dit il y a beaucoup de transports en commun il y a plein d'alternatives pour se déplacer et tout est relativement proche donc ça va Non, nee, pas echt omdat er voldoende openbaar vervoer is vandaag de dag en ook ten opzichte van de vervuiling is het niet meer nodig om een auto te hebben Uh, op mijn leeftijd op dit moment niet echt, uh, ik zit in Brussel op kot, er is hier openbaar vervoer, ik raak hier met de fiets uh, soms met een paar schaafhonden rond, maar uh, voor de rest raak, uh, raak ik hier gewoon helemaal perfect rond. Uh, ik heb mijn rijbewijs al nu zes jaar of zoiets, maar ik rijd bijna nooit. Het is af en toe om een weekendje ergens te gaan of voor de boodschappen, dat is wel handig, want ja, als je grote boodschappen wilt doen in het openbaar vervoer, dan is het wel moeilijk, maar toch doenbaar. Um, ik ga sowieso mijn rijbewijs halen, maar op dat moment ben ik gefocust op mijn studies en op andere prioriteiten. Rijbewijs hebben op dit moment is niet superbelangrijk, dus ik ga er ook geen prioriteit van maken. Mevrouw Boudry, dank uh, voor uw aanwezigheid vandaag. Hoe gaat u nu naar huis? Gaat dat met de fiets, de voet, uh, met de step of met de wagen? Of met het openbaar vervoer? Uh, vandaag uh, verplaats ik mijn multimodaal, dat is met de fiets en de trein. En hoe lang uh, bent u dan onderweg naar thuis? Uh, meer dan een uur en een half, dus... Ja, spraakt... flinke trip. Ja, flinke trip. <laughs> ja, oké, okay, dankjewel voor uw komst. Ja. Uh, ja, zo zijn we aangekomen bij het einde van deze Vias-magazine. We gaan eruit met enkele datjes die deze uitzending niet gehaald hebben. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.